Het lijkt erop dat de rol van Pieter Omtzicht in de formatiegesprekken voor de nodige spanning en moeilijkheden zorgt. Met twintig zetels van zijn partij NSC is hij een cruciale speler, maar berichten suggereren dat zijn gedrag tijdens de onderhandelingen problematisch is. Journalisten Thomas van Groningen en Wouter de Winter delen verhalen over Omtzichts vermeende lastige gedrag, waaronder huilbuien, stemverheffingen en weglopen tijdens cruciale momenten in de gesprekken. De situatie lijkt dermate complex dat er binnen NSA zelfs overwogen is om te onderhandelen zonder de directe betrokkenheid van Omzicht. Er wordt beweerd dat Jezilgos, Plasterk en Van Hium herhaaldelijk moesten interveneren om de situatie te managen en Omzicht weer aan tafel te krijgen. Omzicht reageert verontwaardigd op deze geruchten, waarbij hij via zijn woordvoerder aangeeft niet mee te doen aan het gepraat en geroddel in de media. Politiek verslaggever Sam Hagens bevestigt de geloofwaardigheid van het verhaal en suggereert dat mensen aan de onderhandelingstafel anoniem bevestigen dat omzicht inderdaad te vaak emotioneel was en huilbuien heeft gehad. Johan Derksen uit zijn zorgen over omzichts vermeende onevenwichtige gedrag en stelt dat iemand in zijn functie belangrijke beslissingen moet kunnen nemen zonder constant beïnvloed te worden door emotionele uitingen. Wilfred Genees sluit zich aan bij de bezorgdheid, Benadrukkend dat als de geruchten zo vaak en consistent bevestigd worden, er wellicht een serieus probleem is dat niet genegeerd kan worden. Opvallend is Omtzichts weigering om op de beschuldigingen in te gaan. Helene Hendricks merkte op dat deze situatie niet maandenlang kan voortduren en dat er een oplossing nodig is. De vraag blijft of Omtzicht, ondanks zijn cruciale rol in de formatie, wel geschikt is om de onderhandelingen op een constructieve en evenwichtige manier voort te zetten.